Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Jordi die lekker zijn flesje leeg te tutteren. Die had weer eens moeite met wakker worden. Maar ja, dat is ook niet gek hè, als je zoveel last hebt van je darmen en niet kan slapen. Liam die zit al lekker te spelen. Die heeft de hele box alweer overhoop gehaald. En ik ben nu lekker met deze grote vent, zodat hij zijn flesje even leeg drinkt en wakker wordt. Is echt net een kind van zijn moeder, want ik moet ook wat rustig wakker worden. Hallo. Doei. Wat ga je nou weer doen? Hallo? Er ligt niks onder de bank. Dat heeft papa gisteren nog opgeruimd. Al die botjes die we hoeft te lagen. Gisteravond zei ik tegen Niels: Niels, volgens mij liggen de botjes van Joef onder de bank. Dus Niels had heel die bank, zeg maar, met de stofzuiger eronder gedaan en zo. En dus ik wist dat er niks onder de bank lag. Maar hij zat daarna de hele tijd mee te spelen met dat ding. En toen ineens was dat ding weg. En dat had hij dus daar neergelegd. Slimmerik. Ik heb net een hond, man. Ik heb er alleen, ik hoef er geen twee. En dan zeggen we goedemiddag. Ik ben overal achterdoor aan het sluipen. Ik heb een uurtje geslapen. En ik ben echt de boel op stelt aan het zetten. Jordi is net wakker, die ligt daar. Maar hij is hier de boel op stelt aan het zetten. Zeg, jonge vent. Ja, jij mag dadelijk proberen met het fietsje. Eerst gaat mama voor Jordi drinken maken. En dan voor jou. Ik kan nou weer in jaren zitten. Jordi heeft zijn ranjaatje, dus die zit lekker te tutteren. En hier een boekenbouwer. Wat een kind. Wat doe jij daar? Zit je lekker erop? Doen even een beetje oefenen. Niels is iets later thuis. En de kindjes hadden natuurlijk honger. Dus ik ben ze vast eten gaan geven. Ik had voor mij en Niels heb ik kip piri piri. En ik had nog macaroni saus in de vriezer zitten. En daar heb ik wat rijst van de piri-piri bij gedaan. Want ja, daar krijgen wij toch niet op. Zonder hem weg te gooien. Maar dit is Jordi als hij iets lekker vindt. Ja, vind je het lekker? Oké. Okay. Wil je nog een hap? Oké. Okay. Heeft hij een hap gepakt en dan vindt hij iets lekker. En dan gaat hij dit doen. Lekker hè? En dan doe je ook goed kauwen als je het lekker vindt hè? Ja, Liam vindt het ook lekker. Hé Lili? En volgens mij gaat hij hier eentje poepen. Ik noem geen namen. Jordi. Niels is thuis. En ik heb lekker een bordje eten gekregen van mama. Ik heb ook eten. Ik krijg het niet op hoor, dat weet ik. Maar dit is gewoon grote ogen. Maar voor de rest kindje hebben gegeten. Die zitten nu even een filmpje te kijken. Wij zijn nu aan het eten. En daarna gaan we de kindjes even in bad doen. En dan komen de boodschappen. En dan komen de boodschappen. Want ik had bij Picnic besteld. Dus ja. Druk, 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 druk. Nou Jordi, hoe was het douchen met papa? Zo erg was het toch niet als dat jullie het horen? Je werd toch niet afgeslacht in de douche? Ja, dat werd je toch niet? Papa was toch heel lief voor jou met douchen, hè? Mama die dacht een speenvarken wordt er vermoord. Ja. Mama dacht echt dat er een speenvarken vermoord werd. Ja. Vond je het echt niet leuk? Hm? Mama dacht echt serieus dat er een speenvarken in de douche werd vermoord. Ja, echt. Liam die deed super met douchen, of in ieder geval in bad. Maar Jordi, die was echt aan het schreeuwen. Hè? Ja. In de box zet dat hij gaat spelen? Ja, hij gaat nog even lekker spelen. Maar hij heeft zijn flesje nou net op. Liam die ligt nu al op bed. Een hele goede morgen. De dag van de operatie. Maar we hebben wel al fysiotherapie gehad, hè? Ja, die hebben we gewoon door laten gaan, want ja. Dus tijdverdrijf. Tijdverdrijf voor Jordi, maar hij heeft het super gedaan, hè papa? Ga je er vandoor? Papa? Ja, hij heeft het hartstikke goed gedaan. Ja, hè? Papa is super trots op Jordi. Heeft papa ook een keer gezien hoe het eraan toe gaat met fysio? Eens in de zoveel tijd komt het uit dat ik dan ook vrij ben. Ja, dat klopt. Ja, ik ga dadelijk de spullen van Jordi klaarmaken. Liam moet dadelijk fruitje krijgen, maar Jordi mag dus niks meer. Want die heeft vanochtend zijn fles gehad. En dat was alles wat hij mocht. Dus ja, ik denk dat het een fles ranja wordt of zo, want dat mag wel. Mm-hmm. Dus dan, ja. Maar hij heeft het super goed gedaan. En soms heb je gewoon de dagen bij zitten dat het niet goed gaat. En vaak ook weer dagen erbij zitten dat het wel goed gaat. En Liam is ook gewoon lekker aan zijn eentje aan het spelen. Ja. Dan begint hij ook steeds meer te doen dan Niels. Mm-hmm. Normaal zit hij heel erg te zeuren dat hij ook mee wil doen. Ja. Dus nu zit hij lekker in zijn tent. Alles in de tent voor 50%. De knuffeltent, hè? Ja, ik heb er allemaal knuffels in liggen. Maar ja, ik ga heel eventjes hier verder en dan, ja, dan om 12 uur ongeveer, 12:15 moeten Niels en Jordi weg. Zodat ze op tijd in het Radboud zijn. Jordi en Niels zijn nu onderweg en ik vind het toch nog steeds lastig hoor. Dat je niet als twee ouders erbij kan zijn. Maar ja, het is zoals het is. Liam krijgt nu lekker zijn flesje en die gaat lekker daar naar bedje toe. En Jordi was ook moe, maar gaar. Die heeft vanochtend alleen een papfles gehad en ranja tussendoor, want ja, hè. Maar ja, Liam die kreeg wel gewoon eten. Nou hebben we dat zo goed mogelijk proberen te scheiden van elkaar. Maar ja, is toch wel lastig. Man, ik had wel degelijk honger hoor, dat kon je ook wel echt zien. Maar ja, in ieder geval... We gaan even afwachten hoe dat het allemaal loopt. Ze moeten er om 1 uur zijn. En ja, kijken we even hoe dat het gaat en wat er allemaal uitkomt. Maak me eigenlijk wel druk. Zorgen niet zozeer, want ik weet dat hij daar in goede handen is. Maar ik maak me druk gewoon om het feit wat Jordi, zeg maar, gaat ondergaan. We zijn nu in Nijmegen. Jordi heeft net geslapen in de auto. Hey. We gaan nu naar de checkpost en dan gaan we naar binnen. Ons manneke is weer wakker. Ja. Jee! Je hebt lang geslapen, vriend. Ja. Zijn grote broer is ook alweer wakker. Die zit nog in het ziekenhuis met papa. Wij gaan weer naar huis. Hè? Ja. Wil je weer naar huis, naar mama toe? Ja? Gaan we lekker naar huis? Even een stukje lopen. En dan de auto uit de parkeergarage halen en dan kunnen we lekker naar huis. Het is allemaal goed gegaan. En als ik maar een half uur onder narcose geweest, dus daar heeft hij ook al weinig last van. En dan ga ik eens even kijken hoe het met de rest van de family is. Wie is er weer thuis? Onze grote vent. Ben je weer thuis? Ja. Zeg maar, het boeit me niet. Nou, hij is weer thuis en straks gaan we heel eventjes vertellen hoe en wat. Nou, Jordi is thuis gekomen en we hebben wat gegeten. En toen ben ik in slaap gevallen. En toen lag Jordi in zijn bed. Ja, toen werd ik wakker en toen was het in één keer. Ligt Jordi al in bed? Ja, heb ik allemaal geregeld, joh. Hoe kan dat nou? Ik heb helemaal niks meer meegekregen. Ik was zo moe. Hij is gelijk geslapen. Nou, super toch? Geen buikpijn. Wij gaan ook zo slapen. Ja, maar we gaan eerst nog even vertellen, Niels. Wat er nou precies een beetje uit is gekomen vandaag. Oké, eigenlijk kwam erop uit dat alles in zijn darmen allemaal goed was. Maar dat hij eigenlijk gewoon zijn poep ophoudt door zijn bek aan te spannen. En dat is waarschijnlijk onbewust. Ja. En daarom heeft hij nou Botox gekregen. Zodat hij die spier niet aan kan spannen. Maar dit blijft wel een ding dat terug blijft komen. Ja, over een jaar of 2, 3 kan hij daar therapie voor krijgen. Ja, maar dat is nog de vraag. Of hij dat door zijn down kan beseffen. Ja. Ja, dus dat zijn dingen, zeg maar, die we gewoon moeten gaan kijken. En tot die tijd blijft hij aan de botox. En blijft hij ook incontinent. Ja. Yep. Dus, ja. We zijn blij met de luivervoeding natuurlijk, hè. Ja, dus dit is eigenlijk een beetje wat er speelt. Ze hebben wel hapjes nog genomen van de darmen, maar dus ze verwachten daar niet al te veel dingen van, toch? Nee. En gelukkig was zijn eigen chirurg aanwezig. Ja, daar was ik wel heel blij om dat te horen. Was ik heel gerustgesteld. Ik zag ze ineens lopen in de gang. Ik zei, hey, ben jij dat toch? Ja, ik kom eraan. Ja, dus zij wist gewoon precies hoe en wat. En ze weet ook hoe wij overal over denken, dus... Ja, het is toch vertrouwder. Ja, dus je hebt meer... Je hebt geen twijfel dat het niet goed gebeurt. Nee, want zij weet ook precies hoe ze geopereerd heeft en alles. En ja, Jordi is voor haar ook geen nummer, tenminste. En ze weet precies onze klacht. Ja, dus... ja, wat dat betreft, wij zijn daarin heel positief. Dan zitten en blijven we maar aan de botox voor Jordi, hè? Ja. Zolang we maar weten dat het goed is. Dan is het goed te doen. Maar ja, wij gaan deze Ups en Down ook afsluiten. Ik ga nog heel even editen en dan ga ik gewoon mijn nest in, want... En ik ga nog even grote broer kijken. Big Brother. Ja. Dus ja, dat ga je dan maar doen. En dan ja, morgen weer een nieuwe dag. En dan ben je ook thuis. Ja. Want Niels was de dag daarna ook thuis. Om mij te ondersteunen. Dus ja. Bedankt voor het kijken. Welterusten. En tot de volgende. Tot de volgende.